Deze video wil ik je laten zien hoe je de karamel controleert die als topping is voor een van de cakes. Kijk, die heeft al een hele tijd staan koken. Maar je moet even controleren of hij na het afkoelen ook dik genoeg wordt. En dat doe je door een heel klein druppeltje op een bordje te doen. Nou, deze heb ik al eerder gedruppeld, anders duurt het filmpje zo lang. En ja, je laat hem 30 seconden, een minuutje liggen en dan druk je er even op met je vinger. En zie, het geeft een klein beetje mee. Het is echt de textuur van karamel en zo zie je dus dat hij hard wordt na het afkoelen. Nou, nu kan hij over de cake. Die cake heb ik een beetje recht gesneden. Een cake die komt meestal vrij bol uit de oven. Je snijdt er gewoon een stukje af, heb je alvast wat snoepen. En dan gaat die hete karamel erop. En je spreidt het een beetje uit. En deze karamel, ja, die wordt redelijk stevig na afkoelen, maar die blijft er wel mooi op staan.